1974 zit Pim in groep 8 en hij is bezig met een werkstuk over de VOC. Hij heeft uit de schoolbibliotheek allerlei informatieboekjes gehaald en hij is nu bezig met het typen van zijn werkstuk op de typemachine. Eventuele fouten die hij maakt, herstelt hij met Typex. In 1994 zit Carlijn in groep 8 en zij is bezig met een werkstuk over mensapen. Naast de informatieboekjes gebruikt ze ook de CD-ROM van Encarta als informatiebron. Zij werkt haar werkstuk uit op een gloednieuwe Pentium en slaat haar werk tussentijds op een floppy. Wanneer het werkstuk af is, print zij het uit. In 2014 zit Max in groep 8 en hij is bezig met een werkstuk over Anne Frank. Hij zoekt zijn informatie online via kinderzoekmachines en hij verwerkt dit tot een eigen website. Omdat hij in de cloud werkt, kan hij altijd en overal gemakkelijk bij zijn werk en dit eenvoudig met anderen delen. De samenleving is behoorlijk veranderd de afgelopen tijd. Van een industriële samenleving die de vorige eeuw nog heel dominant was, naar een kennis- of informatiemaatschappij waarin het belangrijk is dat je zelf actief participeert in diverse netwerken, ofwel netwerksamenleving. De continue ontwikkelingen op technologisch vlak zorgen ervoor dat we nu op een andere manier werken, leven en leren. Wat moeten jongeren nu eigenlijk leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw? Verschillende organisaties wereldwijd hanteren allerlei diverse modellen met 21st century skills. De onderzoekers Joke Voogd en Nathalie Pareja-Roblin hebben in 2010 middels een uitgebreide literatuurstudie een overzicht gemaakt van de 7 meest genoemde 21st century skills in internationaal verband. En Stichting Kennisnet heeft dit overzicht vertaald naar het model voor de Nederlandse situatie. Centraal in dit model staat het onderwijs van de 21ste eeuw, met daaromheen de vakken taal en rekenen en de kernvakken, zoals aardrijkskunde, muziek, bewegingsonderwijs. Daartussenin, als een soort brugverbinding, staan de 21st century skills in willekeurige volgorde. Als eerste samenwerken. Dat wordt steeds belangrijker omdat in onze netwerkmaatschappij alles met elkaar verbonden is. Die verbinding is noodzakelijk voor het slagen van projecten en het kunnen behalen van doelen. Vervolgens het probleemoplossend vermogen. Het op je eigen niveau in staat zijn om problemen te kunnen doorgronden, te analyseren en met doorzettingsvermogen proactief te handelen. Vervolgens ICT-geletterdheid. Misschien is dit wel de vaardigheid die het snelst aan verandering onderhevig is en het meest complex is geworden. Ben je in staat om relevante media te kunnen begrijpen en te gebruiken? Dan creativiteit. De behoefte aan creativiteit neemt toe omdat kennis tegenwoordig voor iedereen vrij beschikbaar is. Maar door creatief te zijn maak je je onderscheidend van de rest. Maar ook kritisch denken. De enorme hoeveelheid informatie dwingt ons om zelf te gaan bepalen om te kunnen nagaan wat waar is en wat niet. Ben je voldoende informatievaardig om betrouwbare bronnen te kunnen selecteren en verschillende argumenten tegen elkaar af te wegen? Daarnaast communicatie. De communicatie is ontzettend snel veranderd de afgelopen tijd. Dankzij technologie kunnen we nu sneller en diverser met iedereen over de hele wereld communiceren. Maar de kanttekening is dat we daardoor ook altijd en overal beschikbaar zijn. En de laatste zijn de sociale en culturele vaardigheden, inclusief burgerschap. De netwerksamenleving brengt ontzettend veel diversiteit met zich mee. Kennis van jezelf en van de ander is van belang om tot goed samenwerken en samenleven te komen. Kortom, onze huidige maatschappij vraagt om ondernemende, betrokken en nieuwsgierige burgers. De betreffende vaardigheden om je daarbij te helpen zijn qua betekenis en invulling aanzienlijk anders dan in de vorige eeuw. Helaas zijn de 21st century skills nog niet uitgewerkt in leerlijnen of wettelijke kerndoelen. Het doel is nu vooral om de discussie de scholen in te brengen. Hoe willen jullie vormgeven aan deze vaardigheden? De meeste onderzoekers raden aan om deze vaardigheden te integreren in het bestaande curriculum, in vakoverstijgende actuele thema's waarin vervolgens de basisvakken terugkomen. Helemaal uitgekristalliseerd zijn de 21st century skills dus nog zeker niet. Maar dat geeft niet. De eeuw is ook nog niet voorbij.